Welkom op Brightland Schemmelot Campus. Op deze campus werken grote bedrijven, kleine bedrijven, start-ups, kennisinstellingen en onderwijsinstellingen samen aan de grote uitdagingen van vandaag. Het gebied van circulaire economie en betaalbare gezondheidszorg. En we focussen ons op materialen en op chemie. En daarbij is natuurlijk talent ontzettend belangrijk. Ja, bedrijven hebben over het algemeen behoefte aan kennis en talent. Zij willen iets ontwikkelen, zij willen een nieuwe richting ingaan en hebben daarvoor kennis nodig. En het is heel belangrijk dat dat in de nabijheid is. En ze hebben daarvoor mensen nodig, talent. En dat kunnen heel goed studenten zijn die hier een stukje opleiding doen en die dan bij zo'n bedrijf komen werken. Ja, de Technische Universiteit Eindhoven is een van de belangrijke partners in het nieuwe materialencentrum. En dat komt omdat Eindhoven al een hele lange historie heeft van excellent onderzoek op het gebied van polymere materialen. En door dat Brightlands Materials Center en die samenwerking tussen universiteit en industrie komen er gewoon plekken vrij voor studenten om nieuwe jobs in de industrie te krijgen. Dan wel in startende bedrijven, dan wel in R&D-instellingen van bestaande bedrijven. Ja, ik studeer aan Zuid Hogeschool en ik doe chemische technologie. Ik zit nu in mijn derde jaar en ik zit nu bij CHILL. Dat is Chemmelot Innovation and Learning Labs. Dat is eigenlijk een coöperatie van verschillende opleidingen en instituten die bij elkaar zitten. En die dan hier op de campus gevestigd zijn, waar we dus onderwijs krijgen en ook projecten draaien. Ja, ik ben tweedejaars student op het ROC Leeuwenborg. Ik studeer chemisch-fysische laboratoriumtechniek. Dat wil zeggen vooral chemie en ook meer met materialen. En ik werk 2 dagen in de week op CHILL aan mijn projecten met kunststof. Zo werk ik bijvoorbeeld op de blaasfolie-extrusie of aan 3D-printing. We zijn aan het kijken hoe we de 3D-printer het best kunnen optimaliseren. We zijn hier bij Startup Bootcamp Smart Materials. En wat wij hier doen is 10 teams accelereren binnen 3 maanden op het gebied van smart materials. Dus we hebben wereldwijd de beste 20 teams geselecteerd die echt een innovatief idee hadden, die echt de wereld en de industrie gaat veranderen. Nou, daaruit hebben we de 10 beste weer gefilterd samen met 150 mentoren. En die zie je hier, die werken hier 3 maanden. We zijn net 2 dagen bezig, dus vers van de pers. En we werken heel hard naar 10 juli. 10 juli gaan zij zich presenteren aan meer dan 100 investors met de beste pitch van hun leven uiteraard. En in die 3 maanden werken wij toe naar een schaalbaar businessmodel, market entry en dus uiteindelijk funding voor ze te krijgen, zodat ze ook daadwerkelijk die markt op kunnen.